voorzitter van Sportclub, van deze prachtige club, Willem van der Aar. En dan kom ik zo even bij u terug. Willem, het woord is aan jou. Het feit dat wij de laatste jaren verschrikkelijk veel werk hier hebben verzet. Een nieuwe accommodatie, een kunstgrasveld, enzovoort, enzovoort. En er is dan op dat moment is er zo ontzettend veel bereidheid geweest van al onze vrijwilligers om zich in te zetten voor onze sportclub. Nou, dat is fenomenaal, was dat. Maar dan komt die tribune die komt in beeld, aan de andere kant die staantribune. Bij het weghalen van de masten zijn alle tegels gebroken. En voor die mensen die daar echt verschrikkelijk hard aan gewerkt hebben, ik mag wel zeggen dag en nacht, alsjeblieft een applaus. Sportclub Geenemuiden, 80 jaar. Een gevolg daarvan is de lid van verdiensten. Dat zijn mensen die dit ongelooflijk ingezet hebben. En dat is niet voor een paar uur, dat is niet voor een paar dagen. Dan praat je over echt over jaren. Dat soort mensen zijn voor onze club verschrikkelijk belangrijk. We hebben dus nu ook de oude lid van verdiensten. Dat zijn inmiddels oude knarren geworden. Die hebben we uitgenodigd. En we hebben al gezellig een bakje koffie gedronken. En hier zitten ze. En ik vraag, en ik zou zeggen, staan op. Dat is Piet Altena, Henk van Dalfsen, Beer Essenberg, Bettes. Dat ding doet een beetje gek. En Johannes Visser. Ga je hem staan, jongens. Bettes blijft even zitten. Dat begrijp ik. Dit soort mensen die hebben zo ontzettend veel voor Sportclub gedaan dat jullie niet weten. Als jullie het samen gedaan hebben, echt, dat is fenomenaal. Ik heb het allemaal niet opgezocht, dat wil ik ook niet, want dan sta ik hier morgen. Het bestuur hebben wij, vooral de laatste paar jaar, hebben wij gedacht van, nou, wat kunnen we nog in 80 jaar doen met mensen die dus ook ontzettend veel voor Sportclub hebben betekend. We hebben een aantal mensen hebben op het formulier gezet, we hebben daar over nagedacht. En we hebben drie mensen hebben we, waar wij van vinden. En het is echt wel met doen, willen we voordragen als lid van verdiensten. En dat is natuurlijk fantastisch. Er zullen mensen zijn die teleurgesteld zijn, omdat ze ook een beetje in die omgeving zwerven. Maar die komen nog wel aan de beurt. Dus straks niet kwaad weghollen, jullie komen nog wel. Ik zou graag als eerste naar voren willen hebben Jan Breeman met zijn vrouw. Ga maar even op het podium, Jan, met je vrouw. Ga er maar even bij staan, hoor. Als tweede zou ik graag naar voren willen hebben, en ik doe dat willekeurig, dat is niet, ik doe maar wat, is Arie Riesebos met de vrouw. En als derde hebben we Henk Kanes met de vrouw. Henk Kanes. Henk, ga ik maar op het podium. Goed, mijn sportclubbers. Hier staan drie mensen, ik moet eigenlijk zeggen zes mensen, die zich gigantisch hebben ingezet voor Sportclub. En misschien zeg ik het niet verkeerd, dat de dames wel misschien de meeste en de grootste prestatie hebben geleverd. Maar je wilt niet weten hoe ontzettend veel uren de dames thuis hebben gezeten in afwachting dat Marietje kwam van Sportclub. Vandaar dus de bloemen en een groot applaus voor de dames. Jan Breeman, mag ik nog even stilte?
Jan Breeman is voorzitter geweest een tijdje lang van de supportersvereniging. En voorzitter van Sportclub. Twee perioden lang. En ik weet als geen ander hoeveel ontzettend veel tijd dat vergt. Nou, ik heb dan het voorrecht dat ik elke dag hier mag zijn. Maar Jan heeft er ook nog een baan bij gehad. Dus je wilt niet weten wat voor inspanning dat vergt om een club zoals deze goed te doen reilen en zeilen. Uiteraard heb je een bestuur. Maar je bent toch het hoofd ervan. En je moet datgene naar buiten brengen wat het bestuur wil. En Jan is als geen ander die dat kan. Jan is kritisch. Maar ook tolerant. En je hebt een eigen mening. Ik denk dat dat hele goede ingrediënten zijn om voorzitter te zijn. Voorts ben je bedachtzaam en je hebt een speciale humor. Je was ook een serieuze bestuurder. Mag ik nog even stilte achterin? Als er een gerucht was, zat je er bovenop om het te weten en om het op te lossen. Je wilde alles graag weten, van de hoed en de rand. Ook zat je in de kascommissie. Nou moet je eens kijken wat we allemaal hier hebben. Ook s'avonds druk bezig wezen tot de late uurtjes aan toe om datgene voor elkaar te krijgen wat wij met elkaar willen. Groot zijn, de beste zijn. Kortom, meer dan 25 jaar zeer betrokken bij Sportclub. Ik heb de eer namens Sportclub Genemuiden je te benoemen tot lid van verdiensten en ik mag je de gouden speld opspelden van Sportclub. Gefeliciteerd, hè? En al heel veel jaren hier zo. Nog een oorkonde erbij. We maken straks nog wel even een gezamenlijke foto. Arie Riesebos. Mag ik nog even stilte? Wat hebben dit soort mensen wel verdiend? Ook een hoofdbestuurder functie gehad. Menige keren was je op de voorgrond, heb ik begrepen. Maar dan wel in het onderhoudscircuit enzovoort, dat was jouw ding. Hoofdzakelijk was je ook een onderhoudsman daarna. Wat je in je hoofd had, dat deed je met je handen. En dat kunnen niet veel mensen zeggen. Arie, je hebt twee rechterhanden. Heel veel mensen lopen rond met twee linkerhanden, maar hij heeft er twee rechtsen. En dat is best wel uniek, want hij kan gewoon alles. Hij maakt ook deel uit van de vroege vogels. 'S morgens vroeg, elke zaterdagmorgen, is deze persoon, een uur of 7, weet ik veel, met nog een aantal mensen, om voor jullie de netten te repareren, reclameborden op te hangen, enzovoort, enzovoort. Zoveel dingen waar jullie geen weet van hebben. En dat, ik denk, al meer dan 25 jaar doe je dat. Nou, dat is verschrikkelijk lang. Je bent, bestaat uit een groep vrijwilligers. En wat ik al opgeschreven heb, of opgenoemd heb, onafscheidelijk ben je op ons sportpark. Meer dan 25 jaar ben jij betrokken bij Sportclub. Vandaar ook dat ik de genoegen heb, namens Sportclub, jou ook te huldigen als lid van verdiensten. Nog even stilte. Even stilte, we zijn er zo doorheen. Henk Canes. Henk is een kamper poelente. Maar inmiddels een fanatieke sportclubber. En dat kan ook niet anders, want waar is Dos Kampen eigenlijk gebleven? Sportclub in de top. En ik zou echt niet weten waar Dos momenteel acteert. Maar goed. Dat zal ook de reden zijn dat hij hier blijft, want als het waar het gewonnen wordt, dan willen de mensen altijd bij zijn. Een bestuursfunctie heeft Canes ook gehad, en wel op een zeer bijzondere manier. Wat ik in de inleiding al zei van, Sportclub heeft natuurlijk ook eens dipjes gehad. En er zijn momenten geweest dat Sportclub ook geen bestuur had. En toen was er een vergadering, en toen werd er gevraagd van, zijn er dan geen bestuursleden? En toen stond Henk op, en hij zegt, en als jullie met z'n allen niet in bestuur willen, dan ik wel.
Kijk, dat zijn echte supporters. Je bent ook jarenlang kantinebeheerder geweest. Nou, dat is ook een verdienstelijke functie, dacht ik. Zo leer je nog eens mensen kennen. Je hoort ook heel veel, denk ik, wat je niet wilt horen. Maar ik heb kennis ook al leren kennen van het gaat er hierin en hieruit. Dus wat dat betreft is dat wel goed gegaan. Geen klus is hem te veel. Hij doet wat op sportclub. Hij zegt wel eens, vraag het maar aan Henk en ik doe het wel. Nou, beter kun je niet hebben natuurlijk hier zo binnen. Ook Henk heeft meer dan 25 jaar, is hij betrokken geweest bij sportclub. En ik hoop dat hij en ook die anderen nog lang hier mogen zijn en nog lang hier betrokken mogen zijn van sportclub. Ik zal ook hem namens sportclub Genemuiden jou maken tot een lid van verdiensten. En als afsluiter willen we graag het refrein van de sportclub lied staande zingen. Jullie hebben allemaal papiertjes. Ja. Zet maar in. Is het volgende. Mag ik naar voren? Wim van Lente uit de MMA. We gaan even verder. Wim, welkom. Dames en heren, u bent getuige van een nieuw hoogtepunt in de sportclub historie. Naast mij staat een man, wie kent hem niet? Vorig jaar vrijwilliger van het jaar. Zwarte Waterland, 2 jaar geleden zelfs, wat tijd die vliegt voorbij. Maar Wim, heb je enig idee waarom jij hier staat? Geen idee. Wim heeft geen idee. Wij weten het met een paar mensen hierachter. Wim, heb je muziekje, een beetje geroffel, spanning. Wim, van harte. Van harte, Wim. Dames en heren, naast mij staat... Het 100ste lid van de Club van 100. Dankjewel. 100ste nieuwe lid. Willem van harte. Jij bent 12 jaar geleden heeft ons verteld. Ik wil wel lid worden van de Club van 100, maar ik wil het 100ste lid weten. Nou, bij deze. Willem, dankjewel. Wil je nog wat zeggen tegen de massa? Fijne verjaardag verder. Dankjewel.